Zondag zijn heel veel Nederlanders tot op het bot geraakt omdat een gek van Pegida voor het Tweede Kamergebouw een Koran heeft verscheurd en vertrapt. Pegida heeft de Koran, het boek van 1 miljoen Nederlandse moslims, hierbij vergeleken zelfs met Mein Kampf. Er werd gezegd, aanhangers van de Koran, het zijn niet mijn woorden, volgen dezelfde ideologie als Hitler. En voorzitter, het is echt walgelijk dat 1 miljoen Nederlandse moslims op zo'n manier worden weggezet, beledigd en worden gestigmatiseerd. Wat Denk betreft is dit een onacceptabele vorm van moslimhaat. En ik wil aan de minister vragen hoe het kan dat dit wordt toegestaan. Het kan toch niet zo zijn dat een Koran wordt vertrapt, dat moslims worden vergeleken met nazi's en de politie erbij staat en ernaar kijkt. Als iemand 1 miljoen Nederlandse moslims nazi noemt, dan moeten die politieagenten toch niet erbij staan en ernaar kijken. Dan moeten ze die vent in de boeien slaan. Voorzitter, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom wordt dit getolereerd? Het is wat Denk betreft zaak dat we de strijd tegen moslimhaat gaan opvoeren. En dat betekent dat we dit soort haatacties die moslimhaat in onze samenleving normaliseren, niet moeten toestaan. Deelt de minister dit?